Ik denk dat Marjan hier ook heel blij mee is. Ik hoop het. Oh, dan struikel ze even. Ja, beter. Beter, Ellen. Zo, ja, laat mij inbuigen. Goed zo. Denk aan je heup, hè. Niet naar buiten hangen. Heel goed. Kijk, niet terug laten. Je moet haar niet laten sloffen. Zij moet krachtig blijven draven. Ze heeft natuurlijk een sterk achterbeen. En daar moet je ook gebruik van maken, hè. Zo. Maar het was trouwens netjes, hoor. Kijk eens. Nou. Gaan we op de rechterhand, iets meer rechtop, iets meer zit op je gat, Ellen. Gaan we op de rechterhand, op de lange zijde, dus gaan we een klein beetje onze binnenhand van de hals af doen. Ja, kijk eens hoe mooi ze gesloten galoppeert. Dus binnenhand iets van de hals af, binnenhand van de hals af. Dat we de, ja, kijk, dan ga je de voorhand voor de achterhand plaatsen. Goed zo, dat is veel beter, Ellen, super. Goed zo. Hoe voelt dit? Hoe voelt dit, Ellen? Ja, super, hè? Ziet er ook heel mooi uit, hoor. Rechtop blijven. Kijk, voelde je dat ze van achteruit aansprong? Niks geen tussenpasje. Het had zelfs nog wel iets krachtiger gekund, maar hier ben ik al tevreden mee. Je hoort me, hè? Goed zo, Ellen. Blijf recht zitten. Hou contact. Goed zo. Dan ga je zo meteen eens aan deze kant waar ik sta een gebroken lijn rijden. En dan een flauwe gebroken lijn. Het is belangrijk dat je stelling naar links blijft houden. En je gewicht een beetje naar links. En dan laat je haar zwaar een klein beetje invallen in de contra. Ja, kijk, zo hoort het. Ze gooide je een heel klein beetje naar rechts. Maar je moet je dus lang blijven maken aan de linkerkant. Hoe voelt dit, Ellen? Ja, heel goed. Ja, netjes hoor. Laten galopperen, hè. Laten galopperen. Ja, goed zo. Weer moe? Goed zo. Kijk, kijk. Even een keer op de andere hand. En dan ga je op de andere hand een glopje maken. En dan wil ik vanuit de glop gaan draven. Ik ben net aan het opnemen. En dan kun jij zien hoe ze rechtsachter is. Kijk eens, netjes. Je voelde haar verruimen, hè? Ja, dat is goed. Was iets twijfelend. Even nog een keer opnieuw. Iets indirecter naartoe. Iets duidelijker de hulp aangeven. Iets overtuigender zijn, Ellen. Kijk, dat is beter. Dat is veel beter. En Ellen, je hebt de neiging om een klein beetje zo af en toe voorover te vallen. En daar haar eigenlijk met jouw bovenlichaam in de glop te duwen. Niet doen, met je zit en met je been. En met je been. Drijf, 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 drijf. Beetje spelen aan die binnenkant. Dat je haar losmaakt. Ja. En op het moment dat jij voelt dat ze rechts een beetje inbuigt, ga je een overgang maken naar de draf. Nou, in de draf goed vlot door laten lopen. Ja, dat deed je goed. Dat deed je goed. Dat voelde je ook op het juiste moment aan. Dat voelde je echt heel subliem aan. Goed zo. Goed zo. Juist. Kijk. Kijk. En door. Kijk alsjeblieft hoe die nou draaft. Alsjeblieft. Nou, van mij mag je dit filmpje aan Marjan laten zien, hoor. Nou, Marjan, je hoort het. Tuurlijk, ze hebben nog verbeteringspunten, maar... Dit is echt zo goed wat je hier laat zien.